Tom Wiggers, Nationaal Kampioenschap Emmeloord. We dachten, Tom, ja, een beetje meer studie en wat minder hardlopen. Ja, nee, dat is anderhalf jaar geweest. En toen heb ik ook volgens mij duidelijk gezegd dat ik weer, toen ik weer terug was, en dat was eigenlijk per zegt de Marsboscross per februari, ben ik in principe gewoon terug. En ben ik gewoon atleet en word ik gewoon afgerekend door mijn prestaties, hoop ik. En de studie is nog steeds bezig, maar dat maakt bij deze wedstrijd niet uit. Hè. Dat is gewoon nationaal kampioenschap. En wat iemand daarnaast doet, maakt het niet uit. Je draait desalniettemin een aardig seizoen, dacht ik. Nou ja, op de eerste wedstrijd is het natuurlijk heel goed gegaan in Lisse. En ik wou graag mijn debuut maken hier op de 10.000. En ja, daar ben ik uiteindelijk niet zo tevreden over. Maar de vorm is gewoon heel goed. Dus ik ga nog een mooi seizoen tegemoet, denk ik wel. Nou, in elk geval een mooie medaille. Dat is al meegenomen. Ja, nee, dat klopt wel. Ik bedoel, ik ging voor goud. Maar dat eventueel zilver kon worden, dat wist ik al. Tenminste, dat kon ook goed. En ik probeerde mee te gaan met Khalid en die Marokkaanse jongen. En dat ging gewoon te hard. Ik denk in de derde kilometer toen besloot ik wel om daar vanaf te gaan en mijn eigen tempo te zoeken. Dat scenario, dat wist ik. Dat kon gebeuren, dat wist ik. En tot vijf loop ik dan gewoon denk ik goed door. Maar daarna heb ik wel een paar echt heel matige kilometers. De zesde, zevende, achtste kilometer zijn gewoon echt, zak ik eigenlijk wel een beetje doorheen. Daarna pak ik misschien nog iets. Maar ik denk dat moet je ook denk ik een beetje leren lopen, zo'n 10.000. Het had heel goed kunnen gaan de eerste, omdat ik weet dat mijn vorm heel goed is. Maar blijkbaar heeft het denk ik ook wel tijd nodig in 10.000. En ja, tijd is gewoon matig, denk ik. Dus dat is jammer. Ja, tijd is in de 29 minuten. Er gaan er nogal wat, die gaan binnenkort even naar Wageningen, want daar kan het sneller. Ja, nee, maar kijk, het was ook voor mij gewoon de opzet om, ik wil het gewoon een keer doen. En ik wil het de komende jaren vaker gaan doen. En wat ik zeg, ik denk dat het een afstand is die je moet leren lopen. En dan zit als de eerste. En nu ga ik gewoon weer richting de kortere afstanden, 3 en 5. En ja, ik had me er al iets meer van voorgesteld. Er waren denk ik super omstandigheden vanavond. En ik had gehoopt het al bij mijn debuut beter te doen. Maar daar ben ik dus blijkbaar nog niet hard genoeg voor in het middenstuk. Nee, ik bedoel ermee, in Wageningen gaan een heel aantal atleten alsnog voor het eerst misschien proberen. En Thomas Pouziat en Patrick Sissing zeiden, nou, we lopen liever in Wageningen. Wat vind je daarvan, zo afzeggen voor een NK? Nou ja, jammer. Kijk, ik heb toen Nijmegen niet doorging, heb ik denk als een van de eerste gezegd van ik loop de NK en meteen ingeschreven. En gezien van nou, kijken wie er verder meedoen. En het leek op voorhand een heel mooi veld te worden, natuurlijk met Patrick en Thomas ook erbij. Maar met die afzegging was het even goed denk ik een mooi ook veld met Khalid. En ja, ik wou wel de strijd aangaan, maar hij was duidelijk nog een maatje te groot op deze afstand voor mij. Ja, je hebt wel iets van, nou, die 10.000 is iets waar ik me in de toekomst toch wel wat meer op ga richten. Ja, nou ja, wel. Ik zie de 3 en de 5 nog wel als hoofdafstand. Maar die 10 wil ik er zeker ook bij gaan doen. Ik denk dat ik in de toekomst ook wel heel mooie dingen kan laten zien. Dat ik me gewoon baanatleet wel voel. Dus ik wil het gewoon vaker gaan doen. En dan zien we wel waar ik uiteindelijk, welke afstand ik nou precies uitkom. Maar ik ga het zeker nog een keer doen. En de studie? Nog 6 weken. En dan? Dan is het de dokter Wiggers. Ja, kijk, dat is gewoon. Ik heb gewoon een drukke periode gehad. En toen heb ik echt prioriteit eraan gegeven. En nu ben ik gewoon. Hier ben ik gewoon atleet. En word ik gewoon afgerekend op wat ik hier laat zien. En omdat de laatste fase gewoon weer relatief iets rustiger is. En het kleeft natuurlijk een beetje aan mij. Omdat ik daardoor natuurlijk weg ben gegaan en heel goed ben teruggekomen. Maar ja, het is gewoon. Hier ben ik gewoon atleet. En ben ik gewoon tweede vandaag. En wat ik verder daarnaast doe, dat. Dat maakt niet uit, hè, de atletiekbaan. Nee, is maar wel leuk. We hebben een dokter, Miranda Boonstra, aan dokter Wiggers. Nee, ja, Miranda is geen dokter. Die is natuurlijk geen arts. Die is dokter, maar... Ja. Kijk, dokter, sorry. Ja, nee, maar kijk, ik vind gewoon... Kijk, of je nou de hele dag in je bed ligt... Of in Kenia op hoogtestage bent... Of 40 uur in de week onderzoek doet. Kijk, hier maakt het gewoon niet uit. Hier is het gewoon 25 ronden en is het gewoon bij de finish. En daarom heb ik ook zo duidelijk toen gezegd van... Nu even niet. Want ik wil niet zo'n verhaal hebben van... Ja, maar ik doe nog... Dit of ik doe nog dat. Het is hier gewoon. Dus daarom ben ik ook even echt verdwenen. En ben ik nu ook gewoon weer atleet. En is het gewoon tweede vandaag. Dus mensen kunnen het leuk vinden. Het kleeft natuurlijk aan mij. Tuurlijk ben ik ook wel trots dadelijk als ik het heb afgezet. Wilden we even horen. Oké, nou ja. Maar het is gewoon. Het is iets anders. Net zoals dat ik in het ziekenhuis gewoon student ben en geen atleet. Dus. Nee, maar het helpt natuurlijk wel als je presteert in je studie. Dat helpt ook een beetje in de atletiek, denk ik. Want dat motiveert gewoon. Nou ja, voor mij is wel een goede wisselwerking en die balans is nu op zich al goed. En die moet ik dadelijk ook weer zien,
zien te vinden. En dat zal voor iedereen anders zijn, maar ja, hier ben ik atleet, in het ziekenhuis ben ik dokter. En ik houd het een beetje gescheiden, hoop ik. Heb je goed gedaan, Tom. We wensen je veel succes op de baan en daarbuiten ook. Oké, dank je wel.